Speciaal voor de viering van 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname is de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Mauro Vieira op bezoek. President Santokki wees op de goede samenwerking met Brazilië op zowel bilateraal als regionaal niveau. Minister Vieira sprak eveneens zijn condolences uit vanwege de tragedie in Matawai. Tijdens het onderhoud met president Santokki zijn diverse actuele onderwerpen besproken, zoals bescherming van de Amazonewoud, COP28, gas en oil. De ontmoeting vond plaats op het kabinet van de president. Voor verder herstel van Suriname Airways en de verdere uitbreiding van het routenetwerk is er dinsdag een kleine Suriname Airways delegatie afgereisd naar Guyana en Barbados. De uitbreiding van het routenetwerk naar onder andere Barbados zal moeten bijdragen aan verhoging van de productiviteit, maar meer nog aan het vergroten van de verdiencapaciteit. Met de introductie van deze nieuwe destinatie per 20 december 2023 zal de connectiviteit vanuit Suriname en Guyana worden verhoogd. Op de algemene vergadering van aandeelhouders AVA van de Staatsoliemaatschappij Suriname is officieel het besluit goedgekeurd dat Gonda Asadang als nieuwe president-commissaris wordt benoemd en Stanley Bettersen als nieuw lid mag toetreden. De AVA heeft op 23 november plaatsgevonden op het kabinet van de president. De voordrachten zijn eerder goedgekeurd in de regeringsraad van 22 november. Waarna de leden per 1 december 2023 zijn benoemd. Vorige president-commissaris Herman Alendi is op eigen verzoek teruggetreden, waardoor een vacature in de Raad van Commissarissen ontstond.